In deze video geef ik de tips die ik heb gevonden tijdens het maken van mijn YouTube-video's, zodat ik jullie kan helpen met groeien op YouTube. Het is niet als je deze tips gaat toepassen dat je in één keer binnen een week een miljoen abonnees hebt. Want ik heb dat ook niet. Ik zit nog steeds maar op de 500 abonnees. Maar toch, deze tips kunnen u wel helpen met het groeien. Als eerste is het natuurlijk super belangrijk dat jullie te goed gaan praten. Articuleer goed en praat goed luid. Want als je heel stil gaat praten, dat is echt super saai. Als je gewoon gaat praten, dat is echt fucking saai. Maar je moet ook niet gaan roepen, want dat is fucking onbetand. Praat het gewoon normaal. Oh mijn god! En weet op voorhand al wat je gaat zeggen. Schrijf bijvoorbeeld een script of bedenk al eens wat je wilt gaan zeggen in een YouTube video. Want anders gaat je brabbelen en heel het zeggen. En ja, dat is echt onbetand om naar te kijken. Zorg voor goede belichting. Het is super belangrijk dat de kwaliteit van uw video super goed is, want anders gaan mensen het niet serieus nemen en dan gaan ze weer meteen weg. Ga ergens aan een raam zitten, want het beste licht wat je kunt hebben is zonlicht. Ik zit hier ook gewoon aan een raam. Ik bedoel, het geeft goed licht. Je kunt ook natuurlijk een soort studiolicht kopen wat je kunt gebruiken voor je video's. Dat is natuurlijk wel een dure aankoop, want voor goed licht moet je veel betalen. Je hebt er natuurlijk goedkope, maar je hebt natuurlijk ook dure. Het ligt eigenlijk een beetje aan de kwaliteit. Goedkopere kunt je beter niet kopen, dan kunt je beter gewoon het zonlicht gebruiken. En dan zorg ervoor dat uw beeld stabiel is. Want niemand wil kijken naar een beeld dat niet stabiel is. Dit is echt niet chill om naar te kijken. Maar dit dan weer wel. Hoe kun je dat doen? Ik heb mijn gsm nu op een statief liggen. Dus waardoor dat mijn beeld heel stabiel staat. Maar je kunt de gsm ook ergens opleggen. Bijvoorbeeld op een kartonnen doos of op een tafel. Of op iets anders. Gewoon dat het stabiel is en dat het fijn is om naar te kijken. Je kunt zoals ik ook een statief kopen. Je hebt er een verschillende prijskategorieën. Je hebt er goedkopere van 10 euro. Maar je hebt er ook van 250 euro en nog duurder. Je hebt er heel veel soorten waar je je gsm of camera op kunt leggen. Waardoor je die overal kunt neerleggen en gewoon stil beeld hebt. Dit statief dat ik gebruik is een Benro KH25N. Oké, echt heel interessant, maar dit is dus een statief wat ik gebruik. Ook even een linkje in de beschrijving. In de meeste video's van andere mensen zul je ook gaan zien dat ze achtergrondmuziek gebruiken. Dit is super chill om te gebruiken. Ook om naar te kijken. Bij de meeste YouTube video's gaat je zien dat er achtergrondmuziek wordt gebruikt. Dit is gewoon super leuk om naar te kijken. Als ik over iets super speciaals praat, over een actiefilm, over iets heel spannend, gebruik dan een spannend muziekje. Maar als ik over natuur ga praten, gebruik dan geen harde of felle muziek. Gebruik gewoon rustige muziek. Gebruik zelfs misschien Minecraft muziek, ik weet het niet. Maar let erop dat je geen copyright krijgt. Waarschijnlijk de reden waarom dat je op deze video hebt geklikt is door mijn thumbnail. Iedereen kent het wel, extreme thumbnails, dat is hetgene wat ze van uw video als eerste zien. Dus zorg dat die goed is. Je kunt eigenlijk niet echt zeggen wanneer een thumbnail goed is of niet, maar je kunt wel zeggen wanneer hem aantrekkelijk is. Het is eigenlijk de bedoeling dat mensen op die video gaan klikken door de thumbnail. Gebruik dus gewoon opvallende kleuren en sterke emoties. Vaak helpt het ook om bekende mensen in de thumbnail te zetten. Het is eigenlijk niet heel eerlijk, want ik krijg abonnees op iemand anders zijn naam. Maar het werkt wel. En je ziet heel vaak dat dat wordt gebruikt. En dan, wees creatief. Je hebt geen superdure camera nodig. Het enige wat je echt nodig hebt is een telefoon waar een camera op zit. En veel fantasie. Maar oké mensen, dat was dan weer voor deze keer. Hopelijk hebben jullie iets gehad aan deze tips die ik in deze video heb gegeven. Doe zeker even dat blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.